De zonveiling is een proef begonnen. Heeft het zin om producten onder eigen naam te verkopen in de supermarkt? Dus de consument zeg maar rechtstreeks lokken met die naam Zon Fruit and Vegetables. En de goede kijker heeft misschien opgemerkt, bij het programma Top Chefs zie je opeens in de aftiteling Zon Fruit and Vegetables. En dat is voor de eerste keer dat dat gebeurd is, mevrouw Rijken. Dat klopt. Een proef dus. Wat is de gedachte erachter? Het is niet eigenlijk een proef, maar het is meer een eerste stap. Zon wil graag waarde toevoegen aan haar producten. En waarde toevoegen doe je enerzijds door het product intrinsiek beter te maken, maar anderzijds ook meer te vertellen over je product. En Topchef gebruiken wij eigenlijk om consumenten te laten zien wat er allemaal gebeurt met onze producten. En onze belangrijkste boodschap is dat we laten zien dat het vers van het land direct bij de klant komt. Ja, maar is het toch heel moeilijk om je te onderscheiden met producten, groente en fruit? Kijk, een bloemkool is een bloemkool, denkt de consument al snel. Ja, maar zou dat zelfs niet opgaan voor bier of voor luiers? En toch zijn mensen bereid om meer geld te betalen, bijvoorbeeld voor Heineken of voor Pampers. En wat wij ook zien en wat wij dus graag met deze deelname ook willen laten zien, is dat het verhaal van Zon, waarbij we rechtstreeks van de teler binnen 24 uur bij de klant kunnen zijn, dat consumenten wel degelijk bereid zijn om daar iets meer voor te betalen. Ja, dus als op de verpakking straks Zon staat, dan hoopt u dat de klant denkt van, oh, dat is vers. Onze droom is natuurlijk uiteindelijk dat mensen zeggen, ik wil liever de tomaten van Zon dan van iemand anders. Ja. Daar is nog een lange weg te gaan en dit is slechts een eerste stap. Ja, want dat is heel moeilijk, hè? Merknamen in de wereld van de groenten. Tasty Tom bijvoorbeeld, een tomaat met een naam. Ja, dat wordt ook altijd genoemd, dat voorbeeld. Ja. Dat geeft ook al aan dat er heel weinig andere voorbeelden zijn. Ja. Het is absoluut geen gemakkelijk pad. Maar het merk Albert Heijn bouwen, het merk Heineken bouwen, is ook geen gemakkelijk pad geweest. En we denken wel dat Zon voldoende in huis heeft om die boodschap over de bühne te brengen. En we zien dat ook. En we krijgen nu de eerste vragen van consumenten die ons vragen, waar kunnen we deze producten kopen? Ja, maar nog nergens. Jawel, zeker. Ja. Bij Jan Linders, een gedeelte van ons assortiment ligt bij Boni, bij Plus ligt een gedeelte bij Albert Heijn. Maar daar liggen dus al producten in die supermarkten waar eigenlijk het woord Zon ook op staat. Dat nog niet. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Je herkende het in de winkel niet van het komt van zonveiling. Nee. Maar wij gaan deze deelname onderzoeken. Dus we hebben een onderzoek gedaan voor het programma en na het programma. En gaan dat natuurlijk ook gebruiken om onze retailers te overtuigen dat het wel degelijk zin heeft om daar iets mee te doen. Ja. En bijvoorbeeld bij Jan Linders zie je al dat hij aangeeft waar de producten vandaan komen. Ja, retailers, winkelketens zijn dat. Hè? Ja, dat is een vakterm. Hè? Voor u natuurlijk gesneden koek. Maar dat zijn winkelketens. Maar dat zijn wel lastige partijen, hè? Winkelketens. U komt er zelf ook vandaan, van Ahold, Albert Heijn. Ze zijn lastig als het gaat om... Dan kom je niet zo makkelijk binnen. Als je een goed product hebt, kom je zeker makkelijk binnen. Iedereen zegt dat hij een goed product heeft. Ja. Maar de grap is uiteindelijk, dat is misschien ook wel waarom ik toegevoegde waarde heb, is dat als je werkelijk een onderscheidend product hebt of een manier aan een retailer of een supermarktketen kan bieden om meer geld te verdienen, staan ze er altijd voor open. Ja. Maar wat is dan het toegevoegde, het extra wat u biedt, waardoor die winkelier meer kan verdienen? En ik neem aan dat ook die teler meer kan verdienen. Iedereen moet meer verdienen, dat is de bedoeling. Ja. Uiteindelijk, als je kijkt in deze tijd, dan denk ik dat het, het verhaal waarbij je binnen 24 uur rechtstreeks van de teler in de supermarkt de producten kan kopen, dat consumenten daar wel zeker behoefte aan hebben. Okay. Juist in tijden van voedselveiligheid, incidenten met veiligheid, met bestrijdingsmiddelen, dat soort dingen. Kijk maar eens naar het feit dat in Limburg is het heel gebruikelijk om bij de boer te kopen. In de Randstad is dat iets magisch, alsof het dan beter zou zijn. Dus u wilt het idee kweken, om het zo te zeggen, dat als er zon op staat, dan koop je als het ware bij de boer. Ook al is het in de supermarkt. Ja, en de grap is dat ik verkoop niet alleen het idee, maar het is ook de waarheid. Ja, dat is wel belangrijk, geloof ik. Ja. Omo worst witter, moet het wel kloppen. Ja, precies. Ja. En het klopt dan. Ja, het klopt zeker, ja. Dat is de kern van de zaak, die diversheid uitstralen. De versheid, maar met dat eindelijk doel om ervoor te zorgen dat er meerwaarde aan de producten van Zon... Dus als het geen meerwaarde op zou leveren, zouden we het niet doen. Ja, en het moet ook het idee hebben van, als ik iets koop, vers, dicht, alsof het van de boer net komt, dat komt het ook zelf, zegt u. Ja? Dat je ook de voedselveiligheid bijvoorbeeld, het is geen boontje uit Afrika. Ja. En je weet niet wat er allemaal op het land gebruikt is. Ja, precies. En we kunnen het altijd traceren waar het vandaan komt. We kunnen zelfs op de verpakking zetten welke datum het geoogst is en door wie. Ja. Om aan te geven dat je als het ware rechtstreeks bij de boer koopt. Ja. En wanneer zie ik nou in de supermarkten eigenlijk ook die naam Zon staan? Ik denk dat merkenbouw is een langdurig en een kostbaar traject. En met zo'n programma als Topchef kunnen we grote slagen maken. Mm-hmm. Maar het zal ongetwijfeld nog wel eventjes duren voordat dat werkelijk zo concreet te zien is. Ja. Maar aan de andere kant, als je niet begint, dan zal je het nooit bereiken. Nee, maar het kost toch scheppen geld om een merknaam op te bouwen?
Dat ligt eraan als je creatief en slim omgaat met de manieren waarop je dat over de bühne brengt. Bijvoorbeeld Topchef is gewoon een hele slimme manier, ja. Want iedereen heeft het gezien. Waarbij je relatief op een efficiënte manier je merknamen over de bühne kan krijgen. En daarnaast, wij zouden daar natuurlijk niet aan beginnen als wij niet de funding hadden en de geloof ook om daarmee verder te gaan, om hier vervolg aan te geven. Ja, maar het leuke is, u bent interim commercieel directeur, hè, van Zon Fruit and Vegetables. Ja. Ja, die namen, hè, fruit en groente, maar dat klinkt wel niet. In Duitsland heb je er ook niks aan, maar goed, maakt niet uit. U bent interim directeur en u komt uit die wereld van die winkelketens. Hè. Dus eigenlijk hebben ze iemand binnengehaald van de andere kant, om het zo maar te zeggen. En dat is dit is het resultaat. Ja, en het is natuurlijk heel handig, want ik weet precies waar een supermarktinkoper wel of niet voor valt. Ja. En ik denk in hun termen, in hun woorden. Daar ligt zeker een stukje... En u denkt het telers te overtuigen, want dat is niet makkelijk, hè? Dat weet u inmiddels wel, hè? Zeker. Telers overtuigen. Ja. Aan de andere kant is het niet makkelijker, maar als ik zie wat we de afgelopen jaren en ook de afgelopen 3 jaar bij Zon al gedaan hebben, dan gaat het eigenlijk heel goed. En hebben we binnen een week tijd akkoord gekregen voor deelname aan Topchef. Dus als het om goede ideeën gaat, zijn telers helemaal niet zo moeilijk. Akkoord, dank u wel. Graag gedaan.